staan. Het leven is mooi in Almelo. De stad van komt ie. Wat ik hier kom doen is eigenlijk om deze mensen te enthousiasmeren wat betreft de rugbysport. En een klein oefeningetje doen met de mensen wat betreft het gooien en vangen van een balletje. En als je dan ziet wat er met de mensen gebeurt, alleen al door de blijdschap en de lach die er is van het magisch van een rugbybal. Ja, dan is dit na 5 minuten al een geslaagde dag. Waarom is de rugbybal ovaal? Zo is het mij verteld, hè. Dus dan ga ik wel eventjes, als mij verkeerd verteld is, vertel ik het verhaal verder verkeerd. Maar de rugbybal is natuurlijk al heel oud. De rugbysport dateert al van 1860, 1870. Dus best een hele oude sport. En dat men ging rugby in het begin, speelde men met een varkensblaas. En een varkensblaas heeft een ovale vorm. En dat is vaak ook de vorm van de rugbybal geworden. All-Star Sport is er opgezet om te bewegen. Bewegen voor eigenlijk nog vitale mensen. Maar vandaag doen we ook iets voor de mensen die minder vitaal zijn. Die inmiddels in verzorgingshuizen zou hebben moeten plaatsvinden. En die bezorgen we namens het Ouderenfonds in een samenwerking met andere partijen. Gewoon een heel gezellig uurtje. Wij zijn natuurlijk van Colstas Heracles. We doen dit ook namens de club, hè, van de maatschappelijke functie. We hebben een hele nauwe rol, een taak, verbintenis met het Ouderenfonds. Ouderenfonds heeft ambassadeurs. En vandaag zijn de ambassadeurs van het Walking Rugby onze gast. We zijn vanmiddag in Theresienhof in Bornebroek. Daar hebben we een spellencircuit. We zijn vandaag bij Meulenbelt. En we zijn ook nog bij Dijkhuis in Borne. Ja, het is 100 keer, 1000 keer misschien nog wel vaker gezegd, vooral ook in coronatijd. Als ouderen niet bewegen, dan gaan ze langzaam achteruit. Dus of je nou fysieke ongemakken hebt of ook geestelijke ongemakken. Alle mensen die er verstand van hebben, en dat ben ik niet, maar ik laat het me graag aanpraten. Die zeggen bewegen, bewegen, bewegen. Enerzijds is dat vanuit onze missievisie, hè, van de Colstars, van het bewegen voor ouderen willen wij dus stimuleren. Nou, dit soort momenten doen we dat dus voor mensen die in een verzorgingshuis zitten. Die komen normaliter niet bij ons tegen een balletje aantrappen. Anderzijds doen we dat ook dat we nauw verbonden zijn met Heracles, de maatschappelijke functie, hè, om Heracles uit te dragen en om te laten zien dat Heracles hier ook allemaal achter staat. En wij hebben een hele nauwe relatie met de Ouderenfonds. Ja, daar waar wij een kans krijgen, zullen wij die inkoppen. Het zal niet zo moeten zijn dat wij alleen nog maar met dit soort dingen bezig zijn. Want we zijn natuurlijk eigenlijk een voetbalclub en dat willen we leuk doen. Maar daar waar we maatschappelijk ons verdienstelijk kunnen maken, zullen we dit zeker inkoppen.